Hans van Gossen, onderzoeker bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen en ik werk aan de Universiteit Antwerpen in de onderzoeksgroep Evolutionaire Ecologie. Ik hou mij dus bezig met onderzoek op het raakvlak van ecologie en evolutie en bestudeer hoe dat organismen zich gedragen en leven, hoe ze interageren met elkaar en hoe ze leven in hun omgeving. Vanuit een evolutionair standpunt tracht ik te begrijpen hoe dat al die verschillende gedragingen en levenswijzen tot stand zijn gekomen. Het gaat dus eigenlijk terug tot de originele ideeën van Darwin, die op de proppen kwam met natuurlijke en seksuele selectie, hoe dat kan geleid hebben tot al die variatie in gedragingen en levenswijzen die we vaststellen. En ik tracht daarmee, samen met al die andere onderzoekers, aan bij te dragen om een beter begrip te krijgen van hoe dat nu net allemaal in zijn werk gaat. Zelf bestudeer ik waterjuffers. Dit zijn kleine insecten die veelvuldig worden aangetroffen overal waar er water te vinden is. En bij deze insecten, bij die waterjuffers, bij heel wat soorten stellen we vast dat er verschillende vrouwelijke vormen samen voorkomen. Vanuit een evolutionair denkkader is dit verrassend, want het idee is dat er slechts één beste vorm kan zijn die aangepast is, optimaal aangepast is aan zijn omgeving. Bij de meeste diersoorten stellen we vast dat er één type mannetje en één type vrouwtje samen voorkomen. Echter, bij een aantal soorten zien we dat binnen één geslacht, en dit kunnen de mannetjes of de vrouwtjes zijn, meerdere vormen naast elkaar voorkomen. Een andere vraag, behalve dus dit samen voorkomen van verschillende vormen binnen één geslacht, die mij heel hard boeit, is dat we bij sommige dieren aantreffen dat de geslachtsrollen zich gaan omkeren. Typisch zijn mannetjes de stoere dieren, de vechtende dieren, die trachten om toegang te krijgen tot het andere geslacht. Vrouwtjes kijken een beetje toe en gaan keuzes maken tussen al die verschillende mannetjes. Nu, bij sommige dieren zien we dat die rollen omgekeerd zijn. Ik heb dus doorheen de jaren heel wat expertise opgebouwd in de studie naar gedrag en ecologie. En uiteraard stel ik mij ook vragen bij wat wij als mens allemaal met de wereld aan het aanrichten zijn. En gebruik ik dus deze expertise ook om te kijken hoe dat de invloed van de mens inwerkt op het gedrag en de ecologie van, in mijn geval, dus die waterjuffers. Dus ik bekijk specifiek waterjuffers, ik stel die bloot aan allerhande vervuilende stoffen, aan polluenten, en ga bekijken hoe dat gedrag en de ecologie van die dieren beïnvloed wordt.